Koentje, Koentje, hij staat er helemaal van zijn hoek. Wat moet hij nou met die bal? Joey Beltman. Oh, ik kom eraan. De eerste overwinning van het seizoen is binnen. 4-2 tegen EVV uit Echt. Vertel eens, hoe ging het? Ik denk dat we heel stroef beginnen. Ja. Dat was natuurlijk gewoon niet goed. Ja. Heel snel op de 1-0 achterstand. Het goede daarvan is wel dat we als team bij elkaar blijven en geloof blijven houden. Ja. Uiteindelijk komen we op 1-1 en dan zie je ook dat het geloof echt helemaal terug is. En dat we daarna ook frivol gaan voetballen, weer het vertrouwen in elkaar hebben. Ja. En ook in de persoonlijke kwestie. En ik denk dat we dan toch best wel veel in staat zijn. En dat we daarna een paar mooie goals maken. En dat het en dat dan een stuk beter eruit ziet. Dus die overwinning komt als geroep. Ja, zeker. En ook je eigen prestatie, denk je dat je die niet onder stoel of banken mag schuiven. Je hebt vandaag weer laten zien wie de oude Joey Beltman was. Want een fantastische goal, vrije trap. Maar ook in je manier van spelen. Voelde je dat al een beetje aankomen deze week? Of? Nee, ik ben sinds vorige week daar wel echt mee bezig. Ik probeer echt de knoppen om te zetten. Ondanks dat de resultaten tegen zitten, gewoon me van beste kant laten zien. En daarin belangrijk te zijn voor het team. En ik denk als het team draait, ga je zelf als individu ook beter presteren. Ja. En ik denk dat we vandaag zowel ik, maar ook zeker het team gewoon fantastisch het hebben opgepakt. En dan uiteindelijk op basis van de tweede helft misschien ook terecht. Ja, zeker. Ik denk ook dat je moet kijken van jongens, het ging misschien, de start was tof. Het had ook verkeerd kunnen uitpakken. Een beetje geluk moet je ook hebben, maar dit is een mooie basis om door te gaan naar AWC en vooral over twee weken thuis tegen Roga, denk ik. Ja, absoluut. Ja, we hebben een hele jonge ploeg waarin denk ik vertrouwen ook heel belangrijk is. En als je dan wint, geeft dat vertrouwen aan het team. En ik denk dat dit de basis is om verder te werken richting Longa onder andere. Maar eerst volgende week gewoon presteren. Ja, daarom. En dadelijk eerst presteren bij het feestje van Rijnmond. En dan denk ik dat ook wel goed komt nu. Ja, absoluut. We hebben van tevoren gezegd dat we het ook een beetje voor Rijnmond moeten doen. Dus ja, die overwinning is mede voor Rijnmond. Dus laten we met z'n allen gewoon een mooi feestje maken. Goed zo. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Hey.
Ja, trainer Arjen Nijman, gefeliciteerd. De eerste overwinning van het seizoen is binnen. Nou, een prachtige teamprestatie, denk ik. Ja, zeker. En ja, daar werken we de afgelopen week al iedere week keihard voor. En als je ziet, de jongens zijn vol energie op de training. Ja, sommige dingen lukken wel wat beter, sommige dingen hebben we ook nog moeite mee. Maar als ik zie hoe we vandaag als team, hè, ook naar die achterstand, want we kwamen heel vroeg op achterstand. Als je ziet hoe we daarna onze rug hebben gerecht, dan hebben we het oude zielend weer een beetje teruggezien. Ja, inderdaad. Maar ook de manier waarop je achterkwam, daar schrok ik wel van, was gewoon een communicatiestoornis. En daarna was het echt een kwartier lang ook nog even zoeken. En ja. Daar had het ook verkeerd kunnen uitpakken. Ja. Ja, je ziet dat wij soms, en dat is niet alleen vandaag, maar gewoon nog wat kinderlijk de doelpunten weggeven. Ja. Was vandaag ook het geval. En dan sluit het toch het lijkt het wat passief. Ja. Maar ja, de jongens doen hun stinkende best. Maar dan komt er toch wat angst aan de bal. Durven ze minder snel aan de bal te komen, wordt de kwaliteit wat minder. Ja, en moet je toch wel echt knokken met z'n allen om weer terug in die wedstrijd te komen. Ja, nou, dat lukte fantastisch door die goal van Steffen. Vanaf dat moment kwam er heel veel energie in de ploeg. Ja. En ook meer spelvreugde leek het wel. Ja, ik vond dat we eind eerste helft steeds meer druk begonnen te krijgen. Ja. En dat was inderdaad na het doelpunt. En toen kregen we nog een aantal cornerballen waar we gevaarlijk uit waren. En toen gingen we met een goed gevoel de rust in. Ja. En in de rust toch gekozen om met z'n allen iets sneller druk te zetten. En met twee in plaats van één. Kreeg wat sneller druk op de bal en ik denk dat ons vandaag plus de energie en ons veldspel gewoon goed heeft gedaan. Ja, daarom. En dan krijg je die fantastische vrije trap, die wereldgoal van Joey die je dan op voorsprong zet. Voor de eerste keer in het seizoen dat je voorsprong komt. Dus dan is het echt een fantastisch gevoel me dat geven. En dan wordt het uitgebreid naar 3 en 4-1. Sjors die weer fit erin komt. Dus alles zijn op groen nu om volgende wedstrijden ook goed te kunnen presteren. Ja, zeker. Ja, we kwamen de afgelopen periode eerst heel moeilijk tot kansen. Dat wordt nu steeds beter. En we konden het vandaag uitdrukken in 4 doelpunten. Dus zijn we hartstikke content mee. Mooi. Ja. Gefeliciteerd. Volgende week naar AWC. Maar vandaag eerst even gezamenlijk feestje vieren. Eerst een klein feestje. Goed zo. Zeker. Veel plezier. Goed. Oké. Okay.